Ja, voorzitter, en ik wilde beginnen met een citaat. Hoe pijnlijk is het om te moeten constateren dat de rechtspositie van de burger sinds de schadeafhandeling publiek is geworden, eerder is verslechterd dan verbeterd. Deze conclusie trekt het Gasberaad in haar consultatiereactie op de wet die we vandaag bespreken. En dat is een conclusie die we ons aan moeten trekken. Niet in de tijd dat de NAM, Shell en Exxon over de schadeafhandeling gingen, maar juist nu de overheid erover gaat, is de rechtspositie van bewoners niet verbeterd. En de nationale ombudsman waarschuwde deze maand. Er komt een record aan klachten binnen van gedupeerde Groningers en Drenthe. Citaat, de beloftes van de overheid aan gedupeerden worden steeds holler. En de kinderombudsman waarschuwde ons vorige maand. 1 op de 5 Groningse kinderen geeft zijn leven het rapportcijfer 4. Nergens in Nederland zijn kinderen zo vaak ongelukkig. Het is 10 jaar na de aardbeving bij Huizinge en het is niet te verkroppen hoe slecht er met gedupeerden wordt omgegaan. En de SP dient daarom vandaag 7 wetswijzigingen in. En ik wil beginnen met onze 4 amendementen om de rechtspositie van gedupeerden te versterken. En voorzitter, ik moet zeggen dat ik dit wel privé de pijnlijkste historie vind die ik als Kamerlid heb meegemaakt. Met de duurste deskundigen en advocaten, waaronder de landsadvocaat, neemt de overheid stelling tegenover gedupeerden. En al jarenlang strijdt de oppositie hiervoor een crisisaanpak waarin het vertrouwen in gedupeerden voorop staat en waarin het wantrouwen van de overheid stopt en het juist geen juridische strijd wordt. Maar zolang als de overheid gedupeerden bevecht met dure advocaten en deskundigen, zolang moeten we ook zorgen dat gedupeerden niet machteloos staan. En daar begint de pijnlijke historie. Eerst was mijn collega Liesbeth van Tongeren. Zij kreeg een amendement aangenomen om 2 ton vrij te maken voor juridische steun voor gedupeerden. En het kabinet weigerde om het uit te voeren. En tijdens de parlementaire enquête verklaarde ze dat minister Henk Kamp het weigerde uit te voeren omdat hij principieel vond dat, en ik citeer, burgers niet tegen de Nederlandse staat moeten kunnen procederen. En vervolgens werd mijn amendement aangenomen om gedupeerden recht te geven op technische en juridische ondersteuning. En opnieuw weigerde het kabinet het onverkort uit te voeren. Hoogleraren vielen ons bij en verklaarden dat wat het kabinet deed in strijd was met de grondwet. En de Tweede Kamer besloot gelukkig in meerderheid dat dit niet zo mocht gaan. Het kabinet werd teruggefloten en moest met een novelle komen. En vandaag ligt die novelle dan voor. En die is wat ons betreft opnieuw onvoldoende. Het kabinet schrapt grote delen uit het oorspronkelijke amendement en komt in plaats daarvan met een regeling via de Raad voor de Rechtsbijstand. Maar een regeling die nog niet is uitgewerkt, zodat gedupeerden niet weten waar ze aan toe zijn. En in de consultatie op het wetsvoorstel wordt dan ook hard geoordeeld. De novelle ridiculiseert het beloofde herstel van vertrouwen, schrijft gedupeerde Kees Wildervank. En nogmaals, hoe pijnlijk is het om te moeten constateren dat de rechtspositie van de burger sinds de schadeafhandeling publiek is geworden, eerder is verslechterd dan verbeterd, schrijft Suzanne Top. En daarom dienen wij 4 amendementen in om de rechtspositie van de gedupeerden te verbeteren. Allereerst 2 amendementen die weer toevoegen aan de wet wat de oorspronkelijk wet beoogt met het aangenomen amendement. Geef gedupeerden recht op onafhankelijk bouwkundig en technisch advies, ook in de fase van aanvraag en afhandeling van schade en tijdens het voorbereiden van een versterkingsbesluit en de uitvoering van versterkingsmaatregelen. En geef gedupeerden recht op juridische ondersteuning, ook in die fase. En recent is er onderzoek uitgekomen van professor Breuring, dokter de Bakker en dokter Lubach over de afhandeling van fysieke mijnbouwschade 10 jaar na Huizinge. En zij analyseren alle gepubliceerde uitspraken van de rechtbank Noord-Nederland en die van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. En ze laten zien dat in de rechtszaal het IMG zich in de regel laat vertegenwoordigen door 2 juristen, waarvan 1 werkzaam is bij het kantoor van de landsadvocaat. Bovendien maken ze vrijwel altijd gebruik van diensten van deskundigen met een technische of bouwkundige achtergrond. Dus dat is de kant van de overheid. Maar gedupeerden daarentegen hebben vaak geen technische of juridische ondersteuning. Zij moeten dat immers zelf betalen of zelf voorschieten. En als ze wel een deskundige inzetten, reageert het IMG hierop door meer deskundigen in te zetten. En dat is een totaal ongelijke strijd voor gedupeerden. De overheid betaalt voor zichzelf juristen en experts en gedupeerden moeten geluk hebben om dit vergoed te krijgen. En wat blijkt nou uit het onderzoek van Breuring, de Bakker en Lubach? Wanneer gedupeerden wel gebruik maken van zowel technische als juridische ondersteuning, hebben zij significant vaker succes bij de rechter wanneer ze die steun niet hebben. En daarom, voorzitter, was mijn aangenomen amendement zo relevant. En daarom is het zo pijnlijk dat delen van het amendement geschrapt worden. Laat gedupeerden niet met een rietje staan tegenover een roedel hongerige wolven. En kom ook niet aan met dat het al bestaat. Want gedupeerden krijgen nu op zijn best kosten achteraf vergoed. Maar dat is nooit vooraf zeker. En zonder vertrouwen dat de overheid je kosten gaat betalen, gaan mensen die gok echt vaak niet nemen. En kom ook niet aan met dat die amendementen duur zijn of ongedekt. Want op geen enkele manier beperkt de wet nu de bedragen die de staat uitgeeft aan haar eigen ondersteuning. Waaronder de ondersteuning van de landsadvocaat. De enige keer dat het ineens te duur zou zijn, is wanneer er geld uitgegeven moet worden aan gedupeerden. Dan, voorzitter, een amendement met een voorrangbepaling. Kabinet laat de Raad voor de Rechtsbijstand een regeling uitwerken om gedupeerde Groningers juridisch te ondersteunen. Maar die regeling is nog niet af. En we moeten nu stemmen, maar we weten gewoon niet waarover. En ook bij het toeslagenschandaal hebben we gezien dat de Raad voor de Rechtsbijstand een regeling heeft uitgewerkt. En daar was een deel van de gedupeerden alsnog niet mee geholpen. In hun complexe zaken was de vergoeding te laag en het aantal uren te beperkt. En daarom dit amendement. De Kamer moet haar oordeel kunnen vellen voordat die regeling van kracht wordt. En ons vierde amendement om de rechtspositie van gedupeerden te versterken. Geef gedupeerden recht op vrije advocaatkeus. En dan, voorzitter, over de schadeafhandeling. Veel gedupeerden moeten wachten. Eindeloos. Meld je materiële of immateriële schade, dan krijg je een brief. De wachttijd kan 15 maanden zijn. En dan zijn die maanden bijna om en dan krijg je weer een brief. We verlengen het 6 maanden extra of nog een keer 15 maanden extra. 2,5 jaar wachten. En wat veel mensen niet weten. In de wet staan geen wettelijke termijnen meer waar de overheid zich aan moet houden. In de oorspronkelijke wet stonden die termijnen er wel. Binnen 8 of 12 weken een oordeel over een schademelding. En dat artikel is eigenlijk min of meer stiekem niet in werking getreden. De overheid hoeft zich dus nu wettelijk aan geen enkele termijn te houden wat betreft schadeafhandeling. Kan bewoners eindeloos laten wachten. Maar dan? Dan stelt diezelfde overheid wel termijnen waaraan bewoners zich moeten houden. En daarin is ze meedogenloos. En ik haal er 1 voorbeeld uit. Een mevrouw. Haar man overlijdt. En in diezelfde periode verloopt de termijn waarbinnen ze van de overheid bezwaar mag maken bij schadeafhandeling. Moet je je voorstellen, je partner overlijdt en die termijn verloopt. Ze mist de deadline. Ze vraagt daarna alsnog, heb mededogen. Een beetje extra tijd. Wat zegt de overheid? Nee. Ze moeten voor strijden bij de rechter en ze verliest. Voorzitter, dat is echt om te janken. Is dit de overheid die we hier maken? Is dit wat we willen zijn? Zelf bewoners eindeloos laten wachten in een kapotte huis. Maar als die bewoners even te laat zijn, keihard afwijzen. Ik zie een interruptie. Mag ik dit even afronden? Ik kan hier namelijk zo echt op die termijnen zo ongelooflijk kwaad om worden. Dat dit het is wat het geworden is. Dat je partner overlijdt en dat er zelfs dan geen compassie is. Dat is gewoon een meedogenloze machine. En ik denk dat deze hardvochtigheid moet worden gestopt en daarom ons amendement om de termijnen zoals het kabinet ze oorspronkelijk zelf in de wet wilde hebben er weer in te zetten. Maar voorzitter, dat is niet genoeg. Dank u, mevrouw Beckerman. Een interruptie van de heer Van Wijngaarden, VVD. Ja, dank u wel, voorzitter. Nog even over de vrije advocatenkeuze. Want dat is iets waar mevrouw Beckerman volgens mij net ook op bevroeg. En is zij het met mij eens dat het voor de uiteindelijk voor het in het belang van de Groningers, van de gedupeerden is dat er wel, dat zo'n advocaat wel aan een bepaald kwaliteitskader moet voldoen. En zou zij het redelijk vinden dat er wel een enig kader zit op de kosten en de uren die zo'n advocaat in rekening brengt? Mevrouw Beckerman. Ja, voorzitter. Allereerst zeg maar dat tweede deel van die vraag. Hè. Vind je het redelijk om daar kosten en uren aan te hangen? Voorzitter, laten we eerst even een stap achteruit doen. Want ons uitgangspunt is dat je helemaal geen juridische strijd zou moeten voeren. De reden dat het nu een juridische strijd is vanwege het wantrouwen, de hardvochtigheid van de overheid. Ik heb net een voorbeeld aangehaald. Moet u zich even tot u door laten dringen. Je partner overlijdt. Je vraagt iets meer tijd om nog iets te kunnen vinden van je schademelding. En de overheid zegt nee. Voorzitter, dan moeten we het niet willen hebben over welke advocaat je kiest. Dan zouden we het niet moeten willen hebben over hoeveel uren daarvoor staan. Dan zouden we het moeten hebben over dat de overheid nooit, maar dan ook nooit in zo'n geval iemand moet afwijzen. Daar begint het verhaal. En dan vind je het redelijk om die uren te beperken. Voorzitter, ik vond het net wel echt pijnlijk om te moeten constateren dat de grootste partij niet eens weet dat de landsadvocaat niet aan de kant staat van de inwoners, maar er tegenover. Voorzitter, ik vind het, je kunt zeggen, het is redelijk om dat te beperken, maar begin dan aan de kant van de overheid. Begin dan met je eigen juridische kosten te beperken. Begin daar eens mee. Dat zou ik willen zeggen. De heer Van Wijngaarden nog reageren, reactie? Nou, volgens mij was het antwoord na deze lange tirade ja. Alleen heb ik nog geen antwoord gekregen op het punt van de kwaliteit, of zo iemand dan niet aan kwaliteitseisen zou moeten voldoen. Mevrouw Beckerman. En sorry, ik vraag dat, voorzitter, in verband met het amendement van mevrouw Beckerman. Omdat dat dan nog misschien wat aanpassing is. Ja, voorzitter, ik wil de heer Van Wijngaarden wijzen op artikel 6, Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Het recht op een eerlijk proces vereist dat mensen hun eigen raadsheer moeten kunnen kiezen. Daar sluiten we in het amendement bij aan. Dan mevrouw Beckerman, zet u betoog voort. U was nog niet klaar. Nee, zeker niet, voorzitter. U heeft pas 8 minuten van de... Ja, ik weet het, voorzitter. Ja, gaat u rustig door. Voorzitter, daarmee is de menselijke maat er niet. Een aanpak die recht doet, moet gebaseerd zijn op 4 kernwaarden. Vertrouwen, geld niet leidend, 1 huis, 1 plan, zeggenschap voor gedupeerden zelf. En elke keer dat hiervan wordt afgeweken, gaat het mis. We zien het wantrouwen voorop staan. We zien dat de overheid soms liever enorme bedragen uitgeeft om te voorkomen dat er een cent te veel bij gedupeerden komt. En we zien een wanstaltige bureaucratie waarin schade en versterken alsnog aparte werelden zijn. En we zien gedupeerden die alle zeggenschap en grip kwijt zijn en in het duister tasten terwijl er over hen besloten wordt. En de ombudsman krijgt niet voor niks een record aantal klachten binnen. En ik zie het ook aan de verhalen die wij krijgen. Steeds complexere verhalen en we kunnen ze hier niet allemaal benoemen. Maar we zien het bij de schadeafhandeling, bij materiële en immateriële schade en bij de waardedalingsregeling. En er zijn hier veel moties aangenomen om gedupeerden te steunen. Om ongelijkheid tegen te gaan, om postcodes toe te voegen aan de waardedalingsregeling. Om niet te morrelen aan het bewijsvermoeden. Maar veel ervan worden nu niet uitgevoerd. Omdat het IMG onafhankelijk is. En bij veel ZBO's kan het kabinet opdrachten geven door zogenaamde beleidsregels op te stellen. We hebben een amendement ingediend om dit ook bij het IMG mogelijk te maken. En de staatssecretaris heeft aangegeven ons amendement te willen steunen. En daar zijn we echt heel erg blij mee en we hopen ook op steun vanuit de Kamer. Tegelijkertijd willen we ook weten hoe het kabinet het wil uitvoeren als het wordt aangenomen. Want voorzitter, ik zei het al, er wordt door het IMG opnieuw gemorreld aan het bewijsvermoeden. En ik vind dat het dan lijkt alsof we vastzitten in een soort gruwelijk slechte film. Waar je keer op keer dezelfde strijd opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw moet voeren. Weer ligt in delen van Groningen en Drenthe de schadeafhandeling stil. Weer omdat de overheid twijfelt of het wel echt door mijnbouw komt. En uit een peer-review onderzoek blijkt nu, het is onterecht. Wel degelijk kan er schade ontstaan door diepe bodemdaling en stijgingen, ondiep ook. Je denkt dan, is het toch klaar? Vergoed het. Maar nee, het IMG kondigt weer onderzoek aan. En de staatssecretaris zegt de schade wel te willen gaan afhandelen, maar dat dan eerst de wet moet worden gewijzigd. En weer moeten gedupeerden, bijvoorbeeld rondom de gasopslag bij Norg, maar ook in delen van de gemeente Pekela, Veendam, Westerwolde en Oldambt wachten. Voorzitter, maar de wet sluit helemaal niet uit dat schade ook hier vergoed kan worden. Waarom zou een nadere geografische afbakening nodig zijn? Direct het verwijsvermoeden juist toepassen. De trillingstoel niet leidend maken. Bodemdaling en stijging, gestapelde effecten zijn net zo goed oorzaak van mijnbouwschade als trillingen en aardbeving. En het kan met deze wet. Wat wel nodig is, voorzitter, is de gasopslag Grijpskerk toevoegen aan de wet. Door de gasopslag bij Grijpskerk kan de winning eerder stoppen, schreef de staatssecretaris gisteren. Maar ondertussen krijgen omwonenden hun schade niet vergoed. Dat kan niet waar zijn en daarom heeft de SP een amendement ingediend. Voorzitter, dan over de versterking van onveilige woningen. En nog steeds verloopt dat slecht. En de noodkreten die we krijgen zijn echt wel hartverscheurend. En elke keer zien we dat er nieuwe regelingen en groepen en aanpakken bedacht worden. Zoals nu de dorpenaanpak. En het moest de nieuwe welwerkende aanpak worden. Maar wat zijn de eerste resultaten? En het verhaal van Jaap Schuurman spreekt boekdelen. In juni was hij optimistisch. Nu is hij er al hartstikke zat van. Vorige maand zouden ze beginnen, maar is nog ineens een nieuw plan. Het plan voor zijn huis dat er ligt maakt de gang bijvoorbeeld zo smal dat ze er niet meer door zouden kunnen met een rollator. Dat is straks ons huis niet meer, zegt hij. Excuses daarvoor, zegt de staatssecretaris terecht. Voorzitter, maar dit is nou precies die Haagse werkelijkheid. Een huis waar je niet eens doorheen kunt lopen. Dat is niet die oplossing waar we al wachten. De kern is dat de basis op orde moet zijn. Niet, dat kan alleen met een crisisaanpak gebaseerd op vertrouwen, geld niet leidend, één huis, één plan, zeggenschap voor gedupeerden zelf. Is er een interruptie, voorzitter? Oh, excuus. Voorzitter, en dat zou voor iedereen moeten gelden. Waar blijft die echte aanpak voor iedereen? Want je ziet het keer op keer misgaan op dezelfde punten. Bijvoorbeeld de garantie dat je terugkrijgt wat je had bij batch 1588. Al een paar keer gingen we die strijd aan en opnieuw gaat het mis. Voorzitter, en dan die ongelijkheid. Een aanpak schrijft de minister ook weer voor zich uit. Een nieuwe commissie die dit moet gaan onderzoeken. Weer een commissie. Wat valt er te onderzoeken? Als je in een straat de huizen met de even nummers sloopt en herbouwt, de oneven niet, en exact dezelfde huizen dichtbij wel sloop en nieuwbouw geeft, wat wil je dan onderzoeken? Schuif het niet weer vooruit. Los het op. Voorzitter, dan de uitwerking in de novelle van mijn aangenomen amendement versterken in eigen beheer. Ik kan daar kort over zijn. Er is echt voor de meest bureaucratische oplossing gekozen. En dat maakt het echt onaantrekkelijk voor bewoners. Geen idee waar je aan toe bent. En dit geeft bewoners echt niet meer grip of zeggenschap. En dan wil ik opnieuw specifiek aandacht vragen voor de huurders bij Marenland. Dat echt schrijnende verhalen, uitermate slechte communicatie. Er wordt niet geluisterd naar bewoners. Marenland die de schuld continu afschuift. Kleinere woningen terugbouwen dan mensen hadden. Mensen onder druk zetten, echt zware druk. Om akkoord te gaan met zaken waar ze niet akkoord mee hoeven gaan. Huizen die aan 2 gezinnen worden toegewezen. Ontbrekende, ongeschikte wisselwoningen. Mensen die gedwongen zijn om hun energiecontract op te zeggen als ze naar de wisselwoning gaan en daarna vastzitten aan een veel duurder contract. Mensen die na de versterking denken dat het eindelijk achter de rug is en dan blijkt hun nieuwe huis van slechte kwaliteit. Steenstrips die loslaten, complete gevels die loskomen, regen die het huis inkomt, maar ook een heel slecht binnenklimaat in woningen. En ja, de verschillen in behandeling verscheuren ook de banden die mensen onderling hebben. Er is eindeloos veel stress, eindeloos veel gezondheidsklachten. En nu houdt Marenland waarschijnlijk op te bestaan. De woningen worden hier herverdeeld. Maar die huurders blijven bestaan. En hun problemen ook. En hier moet echt actie op worden ondernomen. En ik hoor heel graag wat de staatssecretaris daarvan vindt. Dan 2 korte punten tot slot. Voorzitter, iets positiefs. Er is 1 regeling in Groningen die al jarenlang goed functioneert. Een van de weinige regelingen waar je niet noodkreet op noodkreet over krijgt. Iets waar bewoners blij mee zijn. Het werkt. En jawel, die regeling wil het kabinet versoberen. Voorzitter, weer. Keer op keer moeten we strijden voor behoud van de werkende regeling. De waardevermeerderingsregeling. Voorzitter, kom op. Er is zoveel wat niet werkt. Behoud dan die ene regeling die wel goed werkt. En dan, voorzitter, de zoutwinning. Daar zie je echt wel veel van de geschiedenis van de gaswinning zich herhalen. En bewoners in en om Borgercompagnie, Tripscompagnie maken zich grote zorgen over die ongelijkmatige bodemdaling. En ik feliciteer hun met hun in november gewonnen rechtszaak. Het winningsplan van Netmag is van tafel geveegd. Voorzitter, en onze oproep vandaag is: ga niet in beroep. Bezie hoe die magnesiumzoutwinning kan worden beëindigd. Sluit die bestaande putten veilig af en voorkom bodemdaling van meer dan 80 centimeter. Tot slot. Voorzitter, in al die jaren dat ik dit debat nu doe, ben ik eigenlijk alleen maar trotser geworden op Groningen. En de kracht en de vastberadenheid en de liefde voor ons gebied. Alles wat er verbeterd is, kwam door Groningers zelf. En de overwinningen moesten niet zelden voor de helsdeuren worden weggesleept. Maar mensen zijn zo ontstellend moe en murf gemaakt door Den Haag. En dat houdt maar niet op. De overheid als meedogenloze en hardvochtige machine. En wij doen opnieuw hele concrete voorstellen, 7 amendementen, om gedupeerden direct te helpen. Beloftes zijn hol geworden, zei de ombudsman. Daarom geen woorden, maar daden. Ze liggen klaar.